De wereld staat door het coronavirus op zijn kop. Alles gaat anders. Bij mij ook. Ik ga je gewoon laten zien hoe het werk ontstaat. De geheimen van mijn atelier. Vandaag ga ik je een update geven, een rondje door mijn atelier. Waar ben ik allemaal mee bezig? En wat gaat er anders in deze tijd van corona? Alles staat mooi ingepakt. Maar exposities gaan niet door. Als je hier voor de eerste keer bent, mijn naam is Anja van Rijen. Ik ben beeldend kunstenaar en ik werk al jaren vanuit mijn eigen atelier. Ik ga je gewoon laten zien wat er gebeurt in mijn atelier. Als je dat leuk vindt, abonneer je dan op dit kanaal en dan krijg je vanzelf een bericht als er weer een nieuw filmpje online staat. Handen wassen. We worden er steeds weer aan herinnerd. En toen ik dit onderzoek tegenkwam, dacht ik... Even lezen. Ik lees een onderzoek van Koeler en Wildbols en ze zijn verbonden aan het Institute of Environmental Engineering. En waar gaat het over? Het gaat over vaste en vloeibare zeep. En het verschil in maken is enorm groot. Vloeibare zeep levert ons 10 keer zoveel CO2-uitstoot op bij het vervaardigen daarvan. En daarbij is er ook nog een groot verschil tussen het verbruik. Van vloeibare zeep verbruik je, na dit onderzoek, dus gewoon 6 keer zoveel van als vaste zeep. Nou, dat zet me best wel aan het denken. En ik ben dus eigenlijk wel voor de vaste zeep. Maar wat ik me daarvan herinner is toch dat het zo'n vies, glibberig stukje op de wastafel is. En dat is het uitgangspunt om dat te gaan bekijken. Stukjes zeep worden vaak op een doorlaatbare ondergrond gelegd. En dan zijn dat vaak cirkels, gaatjes. Maar ja, ik ben van de lijn. Dus kijk, ik heb iets anders bedacht. Dit is mijn doorlaatbare onderstuk. En nou ga ik kijken hoe ik daar verder mee kan. En dat vertel ik je dan een volgende keer. Dus we gaan een soort reizen door de tijd. Ik laat gewoon wat weten als ik er verder mee ben. Het is mooi dat het werkt. Het functioneert echt. Maar het zwarte bakje, dat spreekt me minder aan. Ik wil eigenlijk toch meer helderheid van wat er gebeurt. En hoe kan dat dan ontstaan alleen vanuit een lijn? Dat is een uitgangspunt wat me aanspreekt.
dit is nog lang niet afgelopen. Het is tijd om weer een filmpje te maken. Maar dit project met de werknaam Zeepbakje, dat is nog lang niet af. Ik kan wel zeggen dat ik uiteindelijk toch weer naar een vrije vorm ga en dat het zich blijft ontwikkelen. Ik kom er beslist op terug. Tot ziens!